Het leuke van deze begraafplaats is dat wij zo langzamerhand heel veel weten van de mensen die hier begraven liggen. En dat hebben we te danken aan de bewoners van Driebergen, maar ook van buiten Driebergen, die hier komen kijken en ontdekken dat familieleden van hun hier begraven liggen. Een van de eerste bij wie we daar op attent gemaakt werden, was een vrouw van 89 die hier kwam met haar dochter en het volgende verhaal vertelde. Op deze begraafplaats moet liggen een zusje van mijn overleden man. En die heeft zijn hele leven aan mij verteld dat hij een zusje had die ouder was dan hij en die hij niet gekend heeft. Dus die geboren moet zijn voordat hij geboren is. Hij heeft dat verhaal verteld en toen hij stierf heeft hij gezegd, je moet toch eens gaan zoeken op de oude begraafplaats in Driebergen of zij daar nog ligt. Die vrouw kwam dus bij ons en wij hadden net in kaart gebracht in de computer wie hier allemaal lagen. En inderdaad vonden we in ons archief de naam van het meisje Schutter. Ik heb hier de foto van dat meisje, ja, die hier moest liggen. We wisten dus het nummer en we konden op de tekening die we hebben van alle begraven hier zien dat het ergens een graf moest zijn tegen de muur aan van Boot, de bouwer die hier onze buurman is. En dat graf lag helemaal tegen die muur aan en was volstrekt overwoekerd. Dat wil zeggen, je kon het graf niet zien, maar wij wisten vrij nauwkeurig, het moet het laatste graf zijn wat in de bocht daar is wat ik u wijs. Het is een hele donkere plek onder de boom en u moet die steen die daar nu rechtop stond, die lag voorover. We hebben mos weggehaald, we hebben de takken weggehaald, we hebben de begroeiing weggehaald en we hebben de steen omhoog getrokken en het bleek inderdaad dat daar dit meisje Schutter was. Die vrouw was daar ontroerd door. Zei, als jullie de steen nu rechtop zetten, dan ga ik nu in het dorp een tuiltje met viooltjes halen. En dan vinden we dat plezierig als we dat bij het graf hier mogen neerzetten. Toen wij dat verhaal hoorden, zeiden we, dat is heel plezierig. Maar hebt u ook misschien een foto van dat meisje? En die foto hebben ze ons later toegestuurd. Maar dat niet alleen. Ze hebben ook toegestuurd een handschrift van het meisje met een verhaal wat ze zelf geschreven heeft. En daaruit bleek dat zij behoorlijk intelligent was. En dat voor een meisje van 15 jaar had ook een functie gehad en is later ziek geworden en is aan TB gestorven. Zullen we nu even naar het graf lopen, dan kun je kijken hoe donker dat is. Dit is de bewuste steen waar we het over hebben, waar inderdaad u kunt zien dat het meisje gestorven is op 19 oktober 1919. U ziet hier dat de letters prachtig weer gezwart zijn, maar u snapt dat helemaal verdwenen was toen dat graf hier voorover kapot lag. Het is dus recht opgezet en het is schoongemaakt en op die manier is het ook is het hersteld. Een van de eerste graven die we dus weer in de oorspronkelijke staat hersteld hebben. Het bijzondere van deze grafsteen is dat het ook een symboliek heeft die u hier ziet, een gebroken bloemetje, ja, jeugd in jong gestorven. Dat zie je op meer begraafstenen, grafstenen van jonge mensen. Het lijkt me goed dat we nu naar het archief gaan. Dan kunnen we ook zien naar het hele fototentoonstelling van alle mensen die hier begraven liggen waar we een foto van hebben. Daar hangt zij dus ook tussen. Dat kunnen we u dadelijk laten zien. Maar dan zullen we ook gaan kijken of we het boekje kunnen vinden met teksten die zij zelf geschreven heeft. We zijn nu in het funerair centrum. En in het funerair centrum ligt een boek met levensbeschrijvingen van een aantal mensen die hier begraven liggen.
Zo zien we levensbeschrijvingen van dominee Aardig, een verzetstrijder uit Driebergen die gefusilleerd is en die later herbegraven is op een erebegraafplaats. Je ziet hier ook de beschrijving van burgemeester Cordes, de eerste burgemeester van Driebergen-Rijzenburg. Die ligt in een praalgraf hier, wat door ons helemaal hersteld is. Een prachtige omschrijving, ook van zijn leven. En als je daar doorbladert, dan vind je bij de S de stukje beschrijving van Carolina Schutter. En die Carolina Schutter is dus degene wier graf wij net buiten bezocht hebben. En die Carolina Schutter blijkt dus een interessante dame geweest te zijn, ondanks haar jeugdige leeftijd, ze behoorlijk wat meegemaakt heeft. Dat kun je dus in die levensbeschrijving lezen. En dat hebben wij toegestuurd gekregen van de erven van de familie waar dat meisje toe behoort. En die ons dus in 2007 of 2008 bezocht hebben. Dat is het verhaal van deze Carolina Schutter. Die je daar kunt zien. En die we straks ook bij het graf hebben gezien. En die hangt in de fotogalerij van alle mensen waar wij een foto via de familie van gekregen hebben. Hierbij wil ik het afsluiten. Een andere keer belichten we wellicht een andere familie die hier begraven ligt. Dit is een van de eerste waar wij deze informatie van gekregen hebben. Want we zijn in 2007 begonnen hier om van deze begraafplaats een lustoord te maken en de doden weer tot leven te brengen in onze verhalen. En de andere verhalen volgen vanzelf.